Hartelijk welkom weer aan de Essebaan 55 in Capelle, waar achter deze groene struiken de nieuwe studio van Radio Capelle zich bevindt. We gaan snel naar binnen, lopen de hal door, komen de gang in en staan dan in de ontvangstruimte, oftewel de gastenruimte. En kijken dan naar rechts door de ramen in de controlekamer met die grote lange tafel en achterin de omroepruimte met de rode stoelen. Stoelen die hebben we even mogen uitzoeken en een aantal voor onszelf mogen wegzetten. En dat is gebeurd. Die kunnen dan gebruikt worden bij de grote vergadertafel die we nu in de oude studio nog hebben staan. Rechts naast de deur zie je eruit van de video-editruimte. Daar moeten we dan de filmpjes kunnen maken en editen. De gang is inmiddels voorzien van akoestische platen. Dus op het beton liggen deze platen en daaroverheen komt dan nog vloerbedekking. Alles om het geluid zoveel mogelijk te dempen en het onmogelijk te maken dat geluid doordringt in een van onze programma's. Rechtsboven zie je de ruit naar Studio 2. Daar staat een hele lange tafel voor. En dat wordt Radio Studio 2. We draaien even in de ontvangstruimte nu, achterin met het vele licht. Dat is de keuken, die moet nog geplaatst worden. En dit is de achterwand van de studio. Daar komen dan bureaus te staan. Peter Jans is bezig met ook hier het leggen van vloerplaten. En die vloerplaten die worden in eerste aanleg aan elkaar gelijmd en daarna gespijkerd aan de betonvloer met speciale betonspijkers. De platen moeten van lijm worden voorzien, maar wel de goede kant natuurlijk, Peter. Juist, dat is die. En die verbinden de platen op een gigantische, stevige manier, zodat ze nooit meer los van elkaar kunnen komen. De ene kant is gebeurd. Nou, de lange kant nog van de plaat. Secuur werkje. Het is een niet al te dikke plaat, maar voldoende isolatie. En daar gaat hij. Op zijn plekje waar hij moet komen te liggen. Past hij precies. Hij wordt even aangestampt, zodat hij stevig staat. En dan moet hij vastgemaakt worden. Met een stevige hamer en een paar zeer stevige schroeven. Oh nee, spijkers. Ja, daar gaat hij. 1, 2. En nog eentje. En dan aan de andere kant. Goed, we kijken weer even omhoog. En zo kun je een beetje inschatten hoe groot die ruimte is waar we onze gasten kunnen gaan zitten luisteren en kijken naar het programma. Waarin wij kunnen werken achter bureaus, telefoons en pc's. En er een vergadertafel staat om met elkaar te overleggen of met elkaar dingen te bespreken. Dit is de volledige breedte zoals je die nu ziet van de controlekamer. Die is ruim. Dit is Studio 2 waar we nu staan. We kijken door de deur van Studio 2 schuin naar de overkant en zien daar dan de controlekamer van Studio 1. Er is ook al behangen op dit moment in de omroepruimte van Studio 1. Daar is akoestisch behang aangebracht. Dat gebeurt in alle ruimtes. Hier kijk je vanuit Studio 2 de redactie in. En de vergaderruimte en gastenruimte. Het wordt een compacte radiostudio, bedoeld om ruimte te geven aan mensen die overdag willen komen opnemen, terwijl er programma's live worden uitgezonden. Dat geldt natuurlijk ook voor de avond. We zijn weer even in de omroepcel. Hier staan dan de nieuwe
gebruikte weliswaar, maar wel mooie stoelen voor de studio. Deze ruimte is al behangen met akoestisch behang. De vloer is nog niet bedekt met vloertegels, maar dat gaat wel komen. Wel, dit was het eigenlijk weer voor deze keer. Het is 11 oktober en het gaat hard. Eind november dan beleggen we een avond, zodat jullie de studio een keer zelf kunnen komen bezoeken, bekijken en voelen. Tot de volgende keer.